Hallo iedereen, Dennis hier. We zijn dag 2 in de stage van La Manga. Ik vind het eigenlijk heel leuk om op stage te gaan, omdat het echt slapen, trainen, eten, trainen, slapen is. En dat is eigenlijk ideaal voor een topsporter om je goed voor te bereiden. Juist, lekker ontbeten. Ga ik naar mijn serie kijken. Homeland. Nieuw seizoen. Meestal als ik in de kamer lig, ik lig trouwens samen met Davy Roef, kijk een beetje alle twee series. We zijn alle twee wel fan van series. Ik ben nu Homeland aan het kijken, seizoen 5. Dat is een heel toffe serie. En Davy zit daar toevallig ook aan, dus hij zit wel 3 afleveringen verder als mij. Maar vanaf elkaar bijgehaald hebben, dan gaan we samen denk ik het einde van het seizoen zien. Dus dat is wel leuk. Mag ik eens zeggen, is iets interessants. Voor de GoPro. Voor wie? Voor de GoPro. De GoPro, wel. Ja. Dit filmmachine. Weg naar de training. Zal ik bij jou kiezen? David? Maxi? Wat was dat? Vandaag verscheen uw interview. Ja, was het in orde? Ja, ik vond het. En met de fietsen al? Ja, ik was echt met de fietsen. Vandaag was dan de tweede training ook die we hebben gehad. Het was een leuke training. Pittig ook. Is het busje vol? Het busje is vol. Altijd lopen op stage. De mooie trainingsvelden hier. In het begin hebben we opwarming gehad en natuurlijk ook loopwerk. Maar dat hebben we nu wel nodig, denk ik, in deze week. En dan heb ik natuurlijk wel even mijn voet omgeslagen. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo erg. Dus ik denk dat ik normaal gezien morgen al terug meepik met de groep. Dus het gaat wel. Ja, ik kijk er naar uit natuurlijk om terug opnieuw kampioen te worden. Dat is iets wat we absoluut willen. Zeker omdat we vorig jaar daar niet in geslaagd zijn. Ik vind dat we een goed parcours hebben gedaan in Europa. Als je zag onze groep, was het toch niet slecht uiteindelijk wat we bereikt hebben. Maar we willen natuurlijk nog verder gaan. Dus dat zijn twee dingen waar we toch wel nog naar uitkijken. Voilà jongens, dat was het. Morgen is dan iemand anders.